En dan gaan we even kijken hoe... We zijn bij Erve Pezen, dat is in Bornebroek, vlakbij de doorbraak. En daar is een prachtige bijenstal gebouwd door Imeschoer, vereniging van Almelo, Imkevereniging, onderdeel van Naturus. En hier, ver van alle bewoning, je hebt absoluut geen last van bijen, maar mensen zijn toch makkelijk dat ze daarvan schrikken. Dat ze denken, wat wordt er gevlogen en een zwerm. Ziet er ook heel indrukwekkend uit. En als je het niet weet, dan ben je er makkelijk bang voor. Heeft dus echt geen nut, maar nee. Ja. We zijn hier aan het kaarsen dompelen en we zijn bezig met een geheime brief. Ai. Daar schrijven we dingen in over de bij. En dan mag niemand die lezen. En hoe zorg je ervoor dat niemand die kan lezen dan? Ja, we gaan een beetje was. En dat laten we droog en dan zit het zeg maar vast. Dat deden we vroeger misschien ook wel eens met iets roods. Dan bleef het vast. Dan iedereen zien of het heeft gelezen of niet. En we zijn nog hierachter bezig met kaarsen maken. Gewoon in soort klei, hard klei of zo. En ik zag ook iets van... Van lippenbalsem? Ja, lippenbalsem en zalfjes. Ah. Waar zijn die zalfjes dan van? Van ook van honing en olie en bijenwas. Kan je het opeten? Nee, dat zou ik niet doen als ik... Oké. Zeg, en wat is jouw taak hier eigenlijk? Ja, ik ben een beetje aan het rondlopen en een beetje kijken en ook een beetje meewerken en gewoon het zelf doen. Je bent assistent, hè? Ja. Dit is een bijen-doemiddag. Dus alles wat maar een beetje met bijen te maken heeft, daar hebben we gegoten in een soort van doe-opdrachtje. Waskaarsen smelten, dompelen, kaarsen gieten, maar ook van bijenwas bijvoorbeeld zalfjes maken. En even naar de bijenkasten toe gaan. Want het gaat niet alleen om honing, hè. Wij denken bij bijen altijd gelijk aan honing. Maar ze zweten ook was, dat hebben we net aan die kinderen verteld. En van was kan je dan weer kaarsen maken. Maar was is ook een onderdeel van allerlei zeepjes, crèmpjes en zit ook in snoep. Halen bijen om hun eigen volk schoon te houden, hun eigen huis eigenlijk schoon te houden, halen ze propolis. En propolis is die kitstof die je ook wel bij de kastanjeknoppen ziet in het voorjaar. En daarmee dichten ze naden, maar dat halen ze dus ook. Ze halen ook water en ze halen stuifmeel. Dat is voer voor de jongen. Samen met dat water wordt het een papje, dus ze voeren hun jongen. Het is heel fascinerend wat er allemaal in een bijenvolk gebeurt.